Dag Steffi, goedenavond. Steffi, moet je even kijken, Mertens. Goedenavond. Bruggeling? Ja, van Brugge afkomstig. Ik woon daar 2 jaar nu. En nu in Gerardsbergen bij Miss Benelux. Hoe komt een meisje uit Brugge hier terecht bij Miss Benelux? Mijn ouders steunen mij overal in, dus zij hebben mij helemaal naar hier gevoerd. Teruggereden naar Beernem om de familie voor mij te komen supporteren. Mooi, hè? Mooi, heel mooi. Eerste verkiezing voor jou? Nee, dit is al mijn derde. Ik heb aan Miss Vax model meegedaan. Dat is van Darlien de Vos, dat is een Miss België voor 15 tot 21-jarigen. Ik was zelf nog 15, dus had te weinig ervaring om te winnen. Maar ik ben wel bij de laatste 15 geraakt. Dan heb ik aan de Model Factory meegedaan, waar ook Cindy Sab heeft aan meegedaan. En daar ben ik ook bij de laatste geraakt. We weten niet de exacte hoeveelste plaats. Alleen de eerste 3 weten dat, maar ik ben er toch bij geraakt. Is het een beetje dromen van de carrière in de modewereld? Natuurlijk is dat een droom en daarom doe ik aan alles mee waar ik kan aan meedoen. Ik ben ook nog jong om het op te geven. Hoe jong is dat dan? Nu ben ik 17 jaar. Inderdaad, 18. Jong. Op de reis word ik eigenlijk 18. Mooi, hè? Ja, dat is heel mooi. Ja. Is reizen jouw ding bijvoorbeeld? Ik reis heel graag naar warme landen. Maar ik kan van alles genieten. Geef mij een camping met een tent, ik geniet ervan. Geef mij een hotel en een zwembad, ik zal er ook van genieten. We gaan studeren, Steffi? Ja, ik ga volgend jaar naar Artevelde Hogeschool in Gent. En daar ga ik een bachelor voor leraar proberen te halen. Maar dat zal natuurlijk wel lukken. Voor Engels en schoonheidszorgen. Dus dat ik dan de massages kan aanleren aan andere meisjes. Evident, hè? Hoeveel jaar is dat? Dat is 3 jaar. Dus op zich valt dat nog mee, vind ik. Gaat dat overleven? Ik ga dat zeker overleven. Als ik mijn tanden nergens in zet, ga ik ervoor. Net zoals deze verkiezing. Hoe is het met de meisjes naast jou hier, bij deze verkiezing? Vriendinnen ondertussen? Ik ben een heel sociaal iemand, dus vanaf de eerste dag had ik al met iedereen gepraat. Wist ik al iedereen zijn naam, had ik al de nummers en al Facebook. Dus ja, ik kom met iedereen overeen. Nog geen vriendje die jaloers kan zijn? Ik heb al 2 jaar een vriend. Dus ik denk niet dat hij nog jaloers is. En hij speelt zelf bij Club Brugge, dus we hebben alle 2 dromen. Eerste ploeg, nee toch? Nog bij de jongeren, de laatste voor de belofte. Dus we hopen dat we er alle 2, wij gaan alle 2 achter onze dromen aan. Wie is er het best, jij of hij, in zijn vak? Ik kan daar eigenlijk geen antwoord op geven. Ik wens je veel geluk. Okay, dank Steffi. Dank u wel.